Een gebied met middelbare en lage bewolking ligt over ons land. Daaronder komt op sommige plaatsen mist voor, zeer dichte mist zelfs met lokaal zicht beneden 50 meter. In de loop van de ochtend dan wordt het zicht geleidelijk overal beter, maar houdt bewolking de overhand. Uit dikkere bewolking kan ook een enkele keer een spat regen vallen, bij temperaturen rond de graad of 11. Vanmiddag is er wat vaker ruimte voor de zon, is het zo goed als overal droog en dan waait er een meest matige wind uit het oosten, dan kan de temperatuur oplopen naar hoge waarden voor de tijd van het jaar met 16 tot plaatselijk 20 graden. Vanavond dan is het wisselend bewolkt, aan de kust komen wat meer wolkenvelden voor, mogelijk valt er ook een spat regen, in het oosten zijn opklaringen en kan er wat mist ontstaan bij temperaturen rond de graad of 11. Morgen dan is het wisselend bewolkt, maar in de loop van de dag wordt de bewolking vanuit het westen wel dikker met tegen de avond in het westen kans op een spat regen. De temperatuur opnieuw zeer hoog met 17 tot 20 graden. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur een stuk naar beneden en neemt ook de wind behoorlijk in kracht toe. Vrijdag is het nog wel een groot deel van de dag droog en met name zaterdag kan er enige tijd regen vallen. Zondag vallen er een paar buien, maar wordt met een noordwestenwind wel een stuk koudere lucht aangevoerd. Ik ben Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.